Hallo, zoals beloofd in deze serie over van alles met lapjes appliceren, zou ik jullie even laten zien hoe wat ja, quilten is, hoe je dat kan doen en hoe je op een eenvoudige manier kralen en pailletten kunt verwerken in je werk. Even simpel hoe je die makkelijk vast kunt zetten. Nou, deze twee die ga ik quilten, deze en deze. Doe ik even niks met kraaltjes. Dat laat ik zo meteen zien. Ik heb daar alvast een beetje voorbereid. Ik heb er fibreveel achter gedaan. Ik ga daar straks wat meer over vertellen en ook wat meer van laten zien. Want daar heb je allerlei soorten in. Ik heb voeringlapjes geknipt. Dus dat is zo klaar om te laten zien. En deze, ja, ik heb wel alvast fibreveel geknipt, maar nog geen voering. En ik heb die fibreveel er ook nog niet. Fibreveel is tussenvulling. Nog niet erop gestreken. Want als je kraaltjes en pailletten op je werk wil naaien, dan is dat handig om dat te doen voordat je het verder afwerkt. Want het quilten, dat doe je door alle lagen heen. Hè? Hier zit een tussenvulling. Daar komt nog een voeringstofje achter. En als je dat heel netjes doet, dat quilten, dan krijg je dus een beetje relief. En maar dan krijg je aan de achterkant ook die rijgsteekjes te zien. En dat geeft dan ook weer een mooi plaatje. Maar als ik dat nu eerst ga voeren en ik wil nog kralen opnaaien, het kan wel. Maar het nadeel is, als je dan bijvoorbeeld wil afhechten en je wil dat heel mooi doen omdat je de achterkant ook netjes wil hebben, dan zou je steeds tussen die laagjes weg moeten werken. Dat is een ontzettend gedoe. Dus je kunt dat beter eerst doen. Want stel dat ik hier een kraaltje op wil naaien en dan pas hier, dan kan ik gewoon de draad aan de achterkant gewoon een eind mee laten lopen. Dat blijft hier dan zitten. En als dat dan klaar is, al die draadjes die hier dan lopen, zodra je dat gevoerd hebt, dan zie je daar niks meer van. Dus dat is veel makkelijker. Dus dat doen we eerst. Nou, ik heb maar gewoon even gepakt wat bij de hand ligt. Wat heb je nodig? Naaigaren. In de kleur van de stof waar je het op naait, of in de kleur van de kraaltjes of pailletjes. Heb je dat niet, neem dan een zo neutraal mogelijke kleur. Nou, wat kraaltjes en pailletjes. Ik heb boven grote voorraden met kralen en pailletten, maar ik had hier beneden nog wat dingetjes liggen. Ik denk, nou, dat ligt lekker bij de hand en daar doen we het gewoon mee. Zo simpel is dat. Ik heb hier wat verschillende kleuren. Pailletjes, komt gewoon bij zo'n Chinese verwegistan winkel vandaan. En dit is toevallig een mix van allemaal verschillende kleurtjes. Met een beetje parelmoerglans. Ik vind dat altijd wel leuk. Nou, ik zie hier al dat rood bijvoorbeeld. Dat zou heel leuk kunnen hierbij. Maar je kan juist ook denken aan een wat afstekende kleurtje. Hè, als je een beetje contrast zoekt, kan je ook wat groen pakken. Of wat van dat zacht blauw. Dat is ook leuk. Dus dat kan heel goed. Nou, ik heb nog wat kralen. Ik heb hier nog een restje. Dat kwam uit het pakketje. En dit was over ervan. Daar zitten nog wat donkere kraaltjes in. Die zijn misschien ook wel leuk om te gebruiken. Ik ga even een ander schoteltje pakken. Ik ben weer lekker voorbereid. Ik neem dan gewoon taartschoteltjes voor. Want, die heb ik bij de hand, dat is één. Maar die zijn wit en dan kan je goed zien wat voor kleurtjes je pakt. Dat vind ik handig. Dit kwam ooit eens, dit had ik over uit een pakketje van iets. Ik weet niet eens meer wat. Maar daar zat dit dus bij en daar zit meestal, bij goed samengestelde pakketjes, zit er meestal ruim materiaal in. Daar hou je altijd wat van over. En dat bewaren we natuurlijk. Hoe? En... Want ik vond hier ook hele mooie, een beetje doorzichtige blauwe kraaltjes. Deze bijvoorbeeld, die vond ik heel mooi, die lichtblauwe. Beetje doorzichtig. En ook een beetje van die glimkraaltjes in het donkerblauw. En ik vind die staafjeskraaltjes ook altijd wel leuk. Dus misschien dat ik daar wel wat mee ga doen. Ik weet nog niet. En dan heb ik nog, ja, ik heb nog wat zakjes met kralen. Deze zijn wat groter. En ik had hier nog een doosje met kraaltjes.
En ja, ik heb boven wel wat klein, hele kleine kraaltjes. Deze zijn wel een beetje groot. Maar ik vond dat goud zo leuk. En ja, ik ben altijd, als ik iets met glimmertjes of kraaltjes of pailletjes of zo ergens op ga maken. Ik ben daar zelf altijd een beetje voorzichtig mee. Ik vind het al gauw te veel, maar dat is een kwestie van smaak hoor. Maar als je het echt helemaal vol gaat plempen met allemaal kralen en pailletten. Ten eerste is het een beetje zonde van je werk natuurlijk, want dan heb je hartstikke je best gedaan op dat naaiwerk en dat valt dan een beetje weg. Dat vind ik altijd een beetje zonde. En ja, ik vind het al gauw een beetje kermis worden, dus ik ben er altijd voorzichtig mee. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heel leuk zou vinden, is bijvoorbeeld op dit staartje, even kijken, heb ik beeld, ja. Bijvoorbeeld op elk pluim, zeg maar, een pailletje met een kraaltje te doen. Ik denk dat dat heel leuk is. Nou, er moet natuurlijk iets van een oogje. Dan zou ik hier nog iets doen. En ik denk dat ik dat dan genoeg vind. Wil je nog meer, kan je er natuurlijk naar hartelust mee variëren. Maar ja, ik hou het een beetje eenvoudig. Nou, hier kan je ook. Ik zit te denken, je kan hier tussen natuurlijk iets met kraaltjes doen of pailletjes. Dat is ook leuk. Je zou zelfs helemaal rondom iets met kralen of pailletten kunnen doen. Ik denk niet dat ik het doe, maar ja, dat zou kunnen. En daarvoor, ja, ik heb gewoon die tussenvulling heb ik al vastgeknipt, maar dat gebruik ik dus nu nog niet. Nou, het is eigenlijk niet moeilijk. Je moet even weten hoe het moet. Als je de volgorde weet. Ik heb hier heel toevallig nog een oranje draadje. Nou, ik begin even met gewoon alleen een kraaltje opnaaien. Ik leg een knoopje in de draad. En ik vind het leuk om bijvoorbeeld hier, nou ietsje verder, bovenin dit rode vormpje wil ik een kraaltje hebben. Eén kraaltje. En ik kies voor goud. Hier zit ook een beetje goud in. Dat vind ik wel leuk. Ik heb een knoopje in mijn draad. Ik kom ongeveer op de plek waar ik mijn kraal hebben wil. Kom ik naar boven met mijn naald. Dan rijg ik het kraaltje op. Ik doe dat gewoon met mijn naald even oppikken. Even kijken hoor. Hier heb ik een kraaltje. Die pik ik op. En nu ga ik vlak naast waar ik boven kwam. Ik kwam bovenin. Dus hier zit mijn draadje, hier kwam ik boven. En vlak daarboven steek ik weer naar beneden. En dan zit mijn kraaltje vast, zit op zijn plek. Nou, je zou het nog een steekje kunnen geven. Als je maar één kraaltje opnaait, is dat wel het beste. Dan weet je zeker dat hij vast zit. Dan kom ik waar ik eerst naar boven kwam, ook weer opnieuw boven. Ik ga nog een keertje door het kraaltje heen. En ik steek waar ik net naar beneden stak, ook nu weer naar beneden. Nou, nu zit het met twee steekjes zit het vast. Moet genoeg zijn. Als je maar één kraaltje naait, dan moet je dus aan de achterkant. Blijf dan mijn elleboog plakken. Het is een beetje warm. Moet je aan de achterkant eventjes afhechten door een paar steekjes op dezelfde plek te maken. Dat doe je natuurlijk door een laagje stof heen en niet overal doorheen, want je moet het aan de voorkant niet zien. Een paar steekjes op dezelfde plek. Dan haal je je draad door je naald door een lusje heen. Je trekt het aan, je knipt het draadje af. Maar ik wil in al die blaadjes een kraaltje naaien. Dus ik ga nu naar de volgende kraal. Hier zie ik het naaiwerk van dat rondje zitten. Ik zal het even wat dichterbij laten zien. Hier. En ik wil hier naartoe en ik wil hem ook in de bovenkant. Dus ik moet hier naartoe. Dan kan ik. Ik weet dat dit laagje, hè, dat zit los. En als ik hier dus doorheen rijg naar deze kant toe, dan zie je daar aan de voorkant niks van. Dus ik maak even een paar simpele grote rijgsteken tot ik ongeveer op de plek ben
waar ik zijn moet. En nogmaals, ik ga dus alleen maar door dat losse lapje heen. Want dat zie je er niet aan de voorkant. Dus ik ben nu van hier naartoe gegaan. Nou, hier is het volgende vormpje. Ik wil hier mijn kraal hebben, dus ik steek hier door de stof heen. Doe hem ietsje lager, zo. Dan draai ik het om. Kijk ik even of ik inderdaad op de goede plek zit. Want als dat niet zo is, kan ik nu nog terug. Als ik mijn draad al aangetrokken heb, wordt dat lastiger. Het kan wel hoor, maar het is wat lastiger. En ik naai het volgende kraaltje op. Dus ik heb mijn draad er doorheen nu. Ik pik een kraaltje op. Ik krijg dat tegen de stof aan. Nou, ik zal het nog een keer dichtbij laten zien. Hier kwam ik naar boven, dus een klein stukje daartegenover. Ga ik naar beneden. Ik zorg dat mijn kraaltje op zijn plek komt. Dan weer aan de eerste kant kom ik weer naar boven. Hier. Ik ga nog een keer door het kraaltje heen. En ik ga weer waar ik net naar beneden ging, ga ik nu ook naar beneden. Nou, en zo kun je dus de hele cirkel af. Nou, ik laat dat verder niet meer zien. Ik denk dat dit duidelijk is, hè? Dan kan je weer naar de volgende. Nu is mijn draadje bijna op, dus ik hecht hem even af. En dat doe ik ook weer alleen maar door dat ene laagje stof heen. Zodat ik zeker weet, kijk, een paar steekjes op dezelfde plek. Nu trek ik de draad niet helemaal aan. Ik haal mijn naald door het lusje heen. Aantrekken en dan kan ik het draadje afknippen. En alleen maar door dit laagje, want dan weet ik zeker dat ik dat aan de voorkant niet zie. Dus dat is een manier om een kraaltje op te naaien. Nou, je kunt ook een pailletje opnaaien. En nou, dat kan je zonder kraal doen. Of met een kraal. Ik vind met een kraal altijd heel simpel. Ik zal het ook even zonder laten zien. Hele rijen pailletjes. Ja, ik kan het laten zien, maar ik zou dat in dit werk niet doen, want dat is gauw te veel. Ik vind dat een beetje te veel. Dus ik doe even, ik laat zien hoe je losse pailletjes opnaait. Ik pak even een nieuwe draad. Kijk hoor. Oh, ik zit aan de verkeerde kant. Ik denk, waarom valt me naald er nou uit, maar ik had de dunne naald in de kant voor de dikke naalden gestopt en dat werkt dus niet. Zo, ik begin ook weer gewoon met een knoopje. Nou, ik vind het wel leuk om hier zo tussen die blaadjes een pailletje te hebben. Nou, dan ga ik. Ik heb een knoop in mijn draad en ik kom boven daar waar ik het pailletje ongeveer wil hebben. Zo tussen die blaadjes. Daar kom ik boven. Nu pak ik een pailletje. Even kijken of ik hem mooi... Ik vind dat zachte groen wel leuk. Dus ik pak even groene. Makkelijkste is om gewoon met je vinger even zo dat hij blijft plakken. En dan kan je hem zo aan je naald doen. Dit zijn vrij kleine pailletjes. Je hebt ze ook... Je hebt ze in allerlei maten hoor, maar gemiddeld zijn ze altijd ietsje groter. En ja, je hebt ook hele grote, maar dit zijn dus kleintjes. Nou, nu zit mijn draadje in het midden van het pailletje, in het gaatje. Ik wil dus dat pailletje vastzetten. Ik ga dus, dat kan je op verschillende manieren doen. Ik had in dit geval natuurlijk, om het wat minder zichtbaar te maken, beter een draadje kunnen nemen wat groenig is, de kleur van het pailletje. Nu zie je dat draadje en dan moet ik zorgen dat ik het extra netjes doe. Ik zit nu in het midden van het, mijn draad zit nu in het midden van het pailletje, in het gaatje. Even kijken of ik het, ik kan niet zo goed zien. Maar, ja, hier zit hij. En ik ga daarnaast, steek ik naar beneden. Ik kan nu niet zien wat ik doe, maar ik steek ernaast naar beneden. Nou, je kan hem nu als vast beschouwen, maar als je hem nou helemaal plat wil hebben, dan kun je zeggen, ik kom weer opnieuw in het midden
van het pailletje naar boven. En ik zet hem dan ook nog even aan de andere kant vast. Dan weet je zeker dat hij niet kan omklappen, want dan zit hij aan twee kanten vast. Zo kan je dat doen. Je kunt ook een pailletje met een kraaltje vastzetten. Nou, dat ga ik nou eens hier in het midden doen. Ik kom hier in het midden boven met mijn draad. Dan moet ik goed opletten, want ik ben een heel stuk overgestoken. Zie je dat? Ik ben van hier naar hier gegaan. Hier loopt die draad. Je moet goed opletten dat je die niet te strak aantrekt. Dat kun je voorkomen door even je duim erop te houden. En even, komt toch een pailletje overheen, een klein steekje te maken. Dan kan je die draad niet meer per ongeluk strak trekken. Dan zit je draadje vast. Ik wil wel naar het midden. Ik zit nu net niet helemaal in het midden, dus ik steek nog een keertje dat hij een beetje meer in het midden zit. Ik pak een pailletje en ik ga dat vastzetten met een kraaltje. En dat is heel makkelijk. Dan moet ik even kijken. Dan pak ik even een wat groter pailletje. Want ik heb vrij grote kralen. Ik heb hier een gele. Ja, dat vind ik wel leuk. Geel pailletje. Ik rijg het pailletje erop. Ik laat dat zakken tot aan de stof. Dan pak ik een kraaltje. Nou, ik hou het bij goud. Ik heb die andere ook goud, dus ik neem opnieuw een goudkleurig kraaltje. Die rijg ik erop. En wat ik nu doe, ik laat het kraaltje een beetje zakken, maar ik leg het een beetje opzij. Want ik ga nu, mijn draad zit nu door het pailletje en het kraaltje. En wat ik nu doe, is het kraaltje overslaan, want dan zit dat aan je draad. En ik ga door het midden van het pailletje weer naar beneden, door alle laagjes heen. En als je dat hebt gedaan, dan zit dus je kraaltje en je pailletje zit gewoon vast. Moet je het wel aan de achterkant nog even extra met één of twee steekjes vastzetten. En als je dat op de plek doet, gewoon een paar steekjes, als je dat op de plek doet waar het pailletje zit, als je dan, want je moet wel door dit laagje stof heen steken, maar dat zie je niet omdat het pailletje het verstopt. Dus nu zit de boel vast. Knip je draadjes nooit te dicht bij je knoopjes af. Laat altijd in ieder geval een centimetertje zitten. Nou, ik heb hier dus verschillende mogelijkheden. Kraaltjes los, pailletjes los of een pailletje vastzetten met een kraaltje. Deze zit een beetje losser, zie ik nu. Ik heb het draadje niet goed aangetrokken. Ik ga straks even opnieuw. Wat je ook nog zou kunnen doen. Kan ik dat even op een kladstukje? Want dat wil ik eigenlijk niet in dit werk. Oh, dat doe ik even hier in het hoekje. Je kan ook een rijtje kraaltjes vastzetten. Ik haal dat later weer los, want ik wil dat niet hierin. Maar ik heb geen proeflapje. Maar ik laat even zien hier in het hoekje. Ik begin ergens. Zo. Ik rijg wat kraaltjes op. Gewoon een rijtje. Dan kijk ik hoe lang mijn kralensnoertje is. Ik leg het even neer. Of ik goed in beeld ben nu. Zo, ja. Ik heb hier mijn kraaltjes. Nou, dan kijk je even als ik dat strak trek. Dan komt hij ongeveer tot hier. Dan ga ik hier naar beneden. En nu heb je een kralensnoertje. Nou is dit vrij kort. Nou ga ik het tussen de kraaltjes, ga ik hier en daar dat draadje vastzetten. Je kan dat recht doen, maar je kan het bijvoorbeeld ook in een bochtje leggen. Stel dat ik het in een boogje wil. Nou, hier is mijn draad naar beneden gegaan. Dan kom ik bij de volgende
achter de volgende kraal boven en ik zit nu onder mijn draadje. En dan over mijn draadje heen steek ik bijna op hetzelfde punt weer naar beneden. En dan kan je, als je goed kijkt, kijk, ik zal hem nog niet aantrekken. Hier zie je, even heel dichtbij doen. Hier zie je het lusje van het draadje en die zit eigenlijk over de rijgdraad van die kraaltjes heen. En als ik dat aantrek, dan zit hij dus vast. En zo kan je dat, ik wilde het een beetje in een boogje, dus zo kan je dat een beetje sturen. En zo kan je dus, je zet dus niet de kraaltjes zelf vast, maar het draadje waar ze aangeregen zijn. Kan je na elke kraal doen, je kan het ook om de zoveel kralen doen, wat je wil. Maar dat is ook een manier. Nou, dat was eventjes hoe je kunt kralen en pailletten opnaaien om te versieren. Nou, ik maak dit natuurlijk verder buiten beeld even af. Op dezelfde manier ga ik ook nog wat pailletjes en kraaltjes deze vogel versieren. Ik zal daar misschien ook wat van die staafkraaltjes voor gebruiken. Dat werkt eigenlijk hetzelfde als een gewoon kraaltje. Je komt boven met je draad, je rijgt hem door je kraal heen en aan de andere kant van je kraal ga je weer naar beneden. En dan zet je aan de achterkant je draadje, hecht je af. Of je naait nog een paar ernaast natuurlijk, maar eigenlijk niet anders dan een klein kraaltje. Alleen heb je wat meer lengte, dus dat gaat precies hetzelfde. Dus buiten beeld ga ik dit afmaken en dan laat ik het natuurlijk zien als het af is. En nu ga ik even de spulletjes pakken om te laten zien hoe je kunt quilten. Dus ik ben zo weer terug. Nou, ik laat het nog even zien, want ik heb nu alle kraaltjes erop zitten en de pailletjes ertussen zitten. Even een beetje, dan zie je ze een beetje sprankelen. En ik laat even de achterkant zien, want kijk, je ziet dus gewoon hier al die draden gewoon, ik steek gewoon steeds over naar het volgende punt. Hier bij die pailletten ook, je ziet het draadje van hier naar hier. Ik maak gewoon even twee steekjes op dezelfde plek. Dan ga ik naar voren, dan naai ik het pailletje vast. En aan de achterkant weer even nog een extra steekje. En dan ga ik naar de volgende, weer even een steekje, zodat dit niet te strak wordt. Weer naar voren, pailletje aannaaien, enzovoort. En zo zie je, dit wordt toch nog gevoerd, dus daar zie je helemaal niks meer van straks. Hoef je niet steeds opnieuw af en aan te hechten. Want dat maakt het dan wel heel erg bewerkelijk. En dat hoeft dus helemaal niet. Als je maar steeds, als je een stuk oversteekt met zo'n draadje, wel even met een extra steekje vastzet, zodat je dit niet per ongeluk heel strak aan kan trekken. Dan is er dus niks aan de hand. Nou, ik vind hem goed genoeg zo, want ik wil hem, als ik later ga quilten, wil ik dat misschien ook nog wel met een zichtbaar steekje doen, dat weet ik nog niet. En dan wordt het een beetje druk, dus ik weet ook nog helemaal niet wat ik hiermee ga doen. Dus ik laat hem even zo. Laat ik zo meteen dus zien hoe we dit en deze kunnen gaan quilten en wat je daarvoor nodig hebt. Dus ik berg even de spullen die ik niet meer nodig heb op en dan laat ik zo meteen het quilten zien. Dus tot zo. Ja, ik vergeet nog wat. Want het is ook wel leuk om te weten hoe je een rijtje pailletjes kunt opnaaien. En ik wilde jullie dat toch niet onthouden. Dus ik laat dat even zien, hoe je dat zo kunt doen. En ja, dit is wel een hele grote cirkel, vond ik een beetje veel. Maar ik dacht, ik ga een stukje laten zien van zo'n rondje. Hier wil ik gewoon een hele, dit wil ik vullen met pailletjes. Ik begin net zoals de andere, net zoals wanneer ik één pailletje opnaai. Ik heb een knoopje in mijn draad. Ik kom boven daar waar ik het pailletje wil hebben. En ik heb een pailletje al aangeregen. Dat heb ik al gedaan. Alleen in plaats van nu hier naar beneden te steken, leg ik de draad in een lusje. Op deze manier. Ik houd het een beetje raar vast, maar dan steek ik weer in het pailletje. Dus waar de draad al zat. Vlak naast het pailletje kom ik boven, daar waar het midden van het volgende pailletje moet komen. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Ja, kan. Het kan wel. En ik trek mijn draadje aan. En nu heb ik een soort
hoe noem je dat, een soort kettingsteekje gemaakt. Nu rijg ik het volgende pailletje aan. En die overlapt dan de eerste voor de helft. Dus je steekt steeds net naast het pailletje. Kijk, nou overlapt hij hem voor de helft, zodat je dat draadje waarmee het vastgezet is, niet meer ziet. Dus, ik kan hem ook eerst even insteken. Nee, dat is niet handig, want ik moet ook weer naar boven. Dus ik leg mijn draad in een lusje. Ja, zo. Dan steek ik in waar ik vandaan kwam. Dat is dus precies naast het pailletje wat je net hebt vastgenaaid. Maar wel door het midden van het volgende pailletje, deze dus. Steek ik naar beneden en ik kom een klein stukje verderop weer boven. En ik zet hem vast. Ik trek de draad aan en dan zit hij vast. En nu heb ik er dus twee. Nou, ik laat het nog even wat van verder afzien. Ik rijg dus weer een pailletje aan. Dan kan ik het wat makkelijker in mijn handen nemen. Is wat makkelijker voor mezelf. Ik leg de draad in een lusje. Ik steek in waar ik het pailletje wil hebben in het midden. En vlak naast het pailletje kom ik weer boven. En dan heb ik dus weer een kettingsteekje. En zo ga ik dan helemaal rond. Dus draad in een lusje. Insteken door het midden van het pailletje. Vlak naast het pailletje naar boven. En mijn kettingsteekje aantrekken. Kijk, en nu krijg je dus een rijtje. Even kijken hoor, ik maak schaduw. Nu krijg je dus een rijtje van pailletjes die elkaar een klein beetje overlappen. Zodat je die steekjes bijna niet meer ziet. Nou, ben je nou helemaal rond? Dan moet je eigenlijk, als je het heel netjes wil doen, het allerlaatste pailletje onder de eerste schuiven. Nou, dat laat ik zo even zien. Ik maak dit rondje even af, dan laat ik die laatste nog even zien. Ben ik zo weer even terug. Nou, ik ben nu bijna rond. Wat ik nu zit te bedenken met die kettingsteek, want je maakt eigenlijk een kettingsteekje. Eigenlijk is dat een soort van haaksteek, maar dan door de stof heen. En ik bedacht me ook net dat professionele borduurders, en ook bijvoorbeeld borduurders in landen als India bijvoorbeeld, dat ze echt vlakjes vullen met pailletjes, dan doen ze dat op stof die wat losser geweven is. En dan doen ze dat met een tamboureernaald. Dat is in feite een super fijne haaknaald met een scherpe punt. Dan prikken ze door de stof en dan maken ze eigenlijk lossen door de stof heen. En dan per steek wordt zo'n pailletje vastgezet. Dus die worden dan eigenlijk op een beetje opengeweven stof gehaakt eigenlijk. De steek is hetzelfde wat we nu hier doen. Alleen de techniek is een beetje anders. Even kijken, ik denk nog twee, ik weet het niet zeker. Even kijken hoe eentje zit. Het is net een soort vlooienspel als ik probeer die zo'n pailletje met een kraaltje of met de naald op te schuiven. Dan vloept er wel eens eentje spat weg. Het is net als wat je vroeger altijd met die plastic rondjes deed bij het vlooienspel. Ja, er moet er nog eentje bij zo meteen. Dus ik zet deze even vast. Nou, nu zit mijn steekje eigenlijk precies tegen het oude aan. Oh, moet wel even goed. Zo. Hij zit, kijk, dit is de laatste en dit is de eerste. En ze zitten eigenlijk een beetje tegen elkaar aan. En nou is het mooi, want hier zit mijn draadje precies tussen die twee. Nou is het mooi om hier tussen nog een laatste pailletje te doen. Alleen dan moet ik dat steekje, de helft van het pailletje moet ik onder die eerste schuif voor mooi. En dan mijn steekje ook maken en dan eronder doen. Zodat het helemaal doorloopt, dat je niet ziet waar het begin en het eind zit. Dus ik pak het laatste pailletje. Even kijken hoor, of ik nog eentje in de goede kleur heb.
Ja. Nou, ik krijg dat aan. Nu schuif ik hem onder de eerste. Dat is best even een dingetje, maar het kan wel. Zo. Ja. En dan maak ik de steek. Ik kan hem ook even een beetje omklappen, omhoog klappen. Ik heb mijn duim er tegenaan. Deze heb ik even omhoog gezet, zodat ik even mijn steekje kan maken. Want dat moet eronder. Onder die eerste. Dus ik klap hem eventjes om. Ik maak mijn steek. Oh, ik heb er niet doorheen gestoken. Zal je altijd zien als je het voor wil doen. Nog een poging. Moet natuurlijk wel door het lusje heen. Even op zijn plek leggen. Ik maak de steek. De kettingsteek. Mijn draadje zit onder mijn naald nu. Zo. Dat eerste pailletje. Of ik steek eerst mijn naald naar beneden. Zo, dan ben ik dat vast kwijt. En het eerste pailletje klap ik weer terug op zijn plaats. En nu zit het. Als je het in je handen, je hebt het misschien niet helemaal goed gezien, maar als je het in je handen hebt, dan zie je vanzelf hoe je dat kunt doen. Nou, rest me nog om het aan de achterkant af te hechten. Dat doe ik gewoon door dit lapje heen. Het zijn nu verschillende laagjes. Ik maak een paar steekjes op dezelfde plek. Ik trek mijn draadje niet helemaal aan en ik haal mijn draadje door het lusje heen. Ik heb dat lusje even een slagje gedraaid. En dan zit er een knoopje in en ongeveer een centimetertje vanaf dat knoopje knip ik mijn draadje af. Nou, ben ik toch blij dat ik het nog even heb laten zien, want ik vind het wel wat toevoegen. En ja, je kunt een beetje spelen met het licht. Hij gaat een beetje sprankelen nu. Dat is wel grappig, hè? Nou, de vogel, die ga ik even buiten beeld versieren. En als dat klaar is, dan kom ik nog even terug om hem te laten zien. Nou, daar ben ik weer. Ik heb hem inmiddels, heb ik de vogel ook versierd. En de techniekjes die ik heb laten zien, die zitten er eigenlijk nu allemaal in. Behalve die hele rits met pailletjes. Hier heb ik een pailletje met een kraaltje vastgezet. Als oogje. Dat heb ik hier in het vleugeltje ook gedaan. Hier heb ik een paar losse kraaltjes erop gezet. Hier wat kralen snoertjes. En ik had nog van die leuke staafjes kralen. En die heb ik op de staart genaaid. Dus je komt hierboven met je draad. Je rijgt de kraal erop. En dan ga je aan de andere kant van de kraal weer naar beneden. En aan de achterkant ben ik gewoon steeds overgestoken. Kijk, dat zijn deze steken die je hier ziet. Zie je dus? Nou, en ik vind hem eigenlijk wel mooi genoeg zo. Waarschijnlijk gaat dit een etuietje worden, want het is best wel een ruim formaat. Misschien dat ik nog iets met een kadertje ga doen. Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval is het groot genoeg om iets van een etuietje te maken. En er hoeft nog niet eens een tussenreep tussen. Het kan als plat etuietje ook wel. Dan kan je best wel het een en ander instoppen. En ik ga hem nog voeren en quilten. En ik heb nog van deze stof. Dus die kan ik dan ook nog voor de achterkant gebruiken. Moet ik even bedenken hoe ik dat, of ik dat alleen maar quilt. Of dat ik daar ook nog iets mee ga doen. Dat weet ik nog niet. Maar ik ga dit in ieder geval gebruiken voor een etuietje. Ik vind dat wel leuk. Nou, ik heb mijn plan inmiddels gewijzigd. Want ik zou ook nog even het quilten laten zien. Maar ja, even, quilten, daar valt best een hoop over te vertellen en te laten zien. En ik vind het eigenlijk een beetje zonde om dat in één filmpje te doen. Want dan wordt het filmpje te lang. En om het dan kort te houden, dan kan je weer niet alles goed laten zien. Dus ik laat het hierbij en dan ga ik het quilten in een apart filmpje. Gaan jullie dat volgende week zien. Want dan kan ik er net wat meer mee doen. En dan hou ik jullie ook niet al te lang op. Want anders worden het wel hele lange video's. En je moet maar net de tijd hebben om daar naar te kijken. Dus ik hou het liever iets korter. Dus, nou, versieren met kraaltjes en pailletjes. Hier heb je een beetje kunnen zien hoe je dat kunt doen.
Nou, stel dat je het zou gaan uitproberen. Heel veel succes wens ik je daar dan mee. Leuk dat je gekeken hebt. Ik hoop dat je volgende keer ook weer kijkt. Ik upload meerdere keren per week filmpjes. Dus ken je nou mijn kanaal nog niet? Kijk dan eens even verderop op mijn kanaal ook. Want ik heb inmiddels al best wel wat video's over allerlei onderwerpen. En als je nou denkt, gut, ik vind dat wel leuk of ik ben wel nieuwsgierig waar ze nog meer mee gaat komen, want ik heb best wel een hoop plannen. Klik dan even op die rode abonneerknop onder dit filmpje. Dat kost je helemaal niks, maar dan hoef je niks te missen. Nou, dan zeg ik voor nu bedankt voor het kijken. En hopelijk tot een volgende keer. Doeg!